Yo, leuk dat jullie kijken bij een gloednieuwe video. Ja, mensen, zoals jullie weten, ik ben enorm een Red Bull fan. Ik mag heel graag Formule 1 kijken, onder andere. Hier is mijn jas. Daarnaast heb ik dus ook een nieuwe strandlaken gehaald. Die was vandaag bij de Jumbo. Die is al een tijdje beschikbaar nu, onder andere. Nou, hier heb ik dan mijn t-shirt van Red Bull. Daar heb ik nog een tas van Formule 1. Natuurlijk van Max Verstappen, kan niet missen. Als het goed is, zien jullie hier ook. Natuurlijk moet ik hem even deze aan de kant. Max Verstappen, ja, zeker weten. En daarnaast heel snel even overschakelen. De Max Verstappen vlag natuurlijk. Het vaandeltje van Max Verstappen voor aan de muur of in de auto kan allemaal. Hier. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien hoor, maar ik ga mijn best doen. Zijn vorige nummer natuurlijk, 33. En ja, natuurlijk ook van Red Bull. En zo, deze doe ik eventjes hier zo. Daarnaast natuurlijk nog. Ja. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Doe mijn best. Dat is dan de Max Verstappen auto. Ik zal hem even iets lager doen trouwens. Zo. En daarnaast natuurlijk nog, geloof het of niet, maar jullie weten het misschien wel. Ik ga even kijken hoe dat werkt hoor. Zo. Nummer 1, de Red Bull bed. Daar heb ik echt heel veel werk aan gehad. Het is vrij moeilijk in elkaar te zetten. Heel gedetailleerd. Met de ledstrip eronder en een hele grote bakronde natuurlijk. Daar zo zeg maar, loopt ook nog een hele ledstrip. Alleen ik heb hem nu niet aan. Maar hij kan ook in verschillende kleuren. Ja. De voorspoiler. Ik ga even mijn best doen hoor, voor jullie. Even kijken als het lukt hoor. Kijk, vanaf hier heb je dan zeg maar de ingang. Daar lopen we. Even kijken hoor. Dip. Dus zo. De ladder natuurlijk van de auto. Andere kant net zo trouwens. Even kijken hoor. Hallo, waar ben je? Nou, dat kan ik niet goed zien. Even draaien. Ja. En dan hebben we hier achter. Natuurlijk de achterwing. Voor de DRS. Wat ontbreekt er nog? Ja. Ik zou het jullie even zeggen. Dan ga ik even draaien. Zo. Wat er eigenlijk nog ontbreekt. Dat is nu een pad van Max Verstappen. De nieuwste. De beddek. De dekbed, dat ontbreekt er ook nog natuurlijk. Die ga ik ook binnenkort nog eventjes bijhalen. Daarnaast ga ik 4 september naar Zandvoort. Ja. Check. Daarnaast. Ja, schrik niet. Maar €1200 voor 2 tickets. Ouch. Maar ja, ik merk er vrij weinig van. Daarnaast is het hartstikke leuk. Ik sponsor ook graag Red Bull. Met Red Bull Energy Drink. Staat lekker in mijn koelkast. Ik ga het niet op beeld laten zien. Dat is ook tegen de reglementen in natuurlijk. Ja, tenzij je het gewoon aanduidt als sponsoring. Ja. Nou goed, ik houd het hier even bij. Even bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te liken en te abonneren. Dat zou ik super waarderen. En ik hoop natuurlijk een meet and greet te kunnen krijgen met Max Verstappen. Wordt heel moeilijk.
Ik ga mijn best doen. En ik ga het zeker filmen op 4 september. En hopelijk dat, ja, als het zover is. En wat vragen kan stellen. Het zou wel super tof wezen. Even bedankt voor het kijken. Like even deze video. Abonneer op mijn kanaal. En deel het even zeker. Zou ik super tof vinden. En ja, mensen. Jullie weten het. Binnenkort hopelijk dat ik snel weer terug ben. En voor nu zeg ik in ieder geval later.